Hallo allemaal, Mike hier voor Kalijn Design. Vandaag ben ik terug met een herfst of autumn card. En hier is die dan. Ik begin met een stukje paneel. Heb ik al iets kleiner gesneden. En ik doe twee hoekjes voor een leuk effect. Je mag ook vier of geen één doen. Of drie of één. En daarna ga ik de streksoxides aanbrengen. En ik wilde dat eerst doen, zodat het heel erg, niet rommelig, maar je weet niet waar je blaadjes komen precies, dus het wordt heel willekeurig. En ik breng gewoon bruin tinten aan, een beetje groen, een beetje oranje. En het maakt niet zoveel uit welke kleuren ik gebruik. Toevallig heb ik ook antiek linnen, Gather Twix en Frayed Burlap. Ik weet niet, ik kan het niet zien. En dan Mode Lawn, Peel Paint en Carved Pumpkin. Je kan ook wat geel aanbrengen, maar ik dacht de antiek linnen is al redelijk geel en licht. En ik doe gewoon willekeurig. Maar wel zo dat ze niet allemaal bij elkaar zitten. En daarna ga ik eventueel terug als het moet om wat plekjes op te vullen en wat uit te smeren. Ik vond antiek linnen was eigenlijk wel een beetje te licht. Maar ja, je kan niet alles donker doen, hè. En het Grand Espresso had ik gepakt, maar dacht die is te donker. Maar voor een beetje hoekje, een beetje effect, heb ik toch een beetje gepakt. En ik zeg het nogmaals, het maakt helemaal niet zoveel uit welke kleur je gebruikt. Dit was gewoon herfst. Niet alles gaat tegelijkertijd bruin of oranje worden. Maar sommige dingen, blaadjes zijn natuurlijk een beetje groen nog en dan een beetje oranje. En als ik ze dan straks ga stempelen, heb je dat al op het blad willekeurig, omdat je niet weet waar je de inkt hebt aangebracht of waar je de blaadjes gaat aanbrengen. En dat vind ik juist leuk ervan. Ik droog het, want ik wil hem embossen met goud. En ik kijk even of hij goed droog is. En volgens mij wel. Zeker als je nog met het powder tool eroverheen gaat. Je kan natuurlijk landschap of portretstand gebruiken. Ik doe portretstand vandaag. Voornamelijk omdat mijn woord herfst heel kort is. En als je dat op de lengte doet, dan zit hij een beetje in het niks. Dit is Marianne Design. Is een nieuwe stempel. Die is net uit. Dat is TC0876. Tinies. En ik kreeg ze er moeilijk af, dus dat heb ik er even uitgesneden. Maar ik heb ze op mijn kaart geplaatst en ik ga ze nu met Wursamark stempelen. En volgens mij is het wel goed één keer. Dus daarna doe ik embossingpoeder erop. Dit is Wow Gold Rich. Or Gold Pill. Oh ja, maakt ook niet uit. Ik ruim alles op meteen en dan weet ik niet meer wat ik heb gebruikt. Maar goed, wat je hebt, je kan ook rose gold, je kan koper gebruiken. Dat is denk ik ook wel heel erg mooi met de herfst. Zilver misschien niet zo, maar platinum. Dat is niet zilver, het is niet grijs, het is niet goud, het is heel mooi. En ik smelt het dus even met mijn heat tool. En zo zie je dat mijn grote blad bovenaan, ik denk kastanje is. Een beetje oranje heeft en de puntjes nog groen en een beetje bruin. En dat was dus het effect wat ik ongeveer wilde. En ik heb in het midden niks gestempeld, want daar ga ik een banner plaatsen. Die banner ga ik in eerste instantie uitstansen. Ik twijfel tussen Kalijn Design geslaagd standset of deze Happy Meal. Deze is net wat groter. Dan kan ik de grote herfst gebruiken. Leek me wel leuk.
Er komen volgende week nieuwe setjes uit. Met allemaal randjes. Rechthoekig. Maar ja, die heb ik nog niet. Dus ik gebruik voorlopig nog even dit. En die ga ik ook kleuren met de stressoxide. Want dat wit is wel heel erg wit bovenop die mooie achtergrond. Ik kijk nog even voor de zekerheid of het past. Maar dat had ik al een beetje bekeken natuurlijk. En nee, er zit nog genoeg inkt op mijn inkblending tools. Dus daar doe ik het maar mee. En een beetje camouflage kleuren. Zo met al die vlekken. Zie. Wil ik hem zo of andersom? Maakt niet uit. dit is gewoon een stukje overtrekpapier. Of vellum. Wat ik als tussenstand wil doen. En die plak ik gewoon vast met plakband. Verder niet echt belangrijk als het maar vast zit en niet kan schrijven, want anders zakt hij naar beneden. En deze om te stempelen doe ik een beetje tape achter. En dit is niet echt super plakkende tape, maar het zat toch wel redelijk vast. Zou je straks zien. En deze ga ik dan ook goud embossen. Dan past het wel weer mooi bij elkaar. Dus ook Wursamark. En ook goudpoeder. Even kijken. Ja, Gold Rich Regular. Je hebt ook Gold Pale Gold. Nou ja, de achterkant is gescheurd, maar dat zie je niet. Want ik doe straks gewoon een beetje foamtape erop. En dan plak ik het vast. Ook hier even kwestie van smelten. En omdat het zo klein is, gebruik ik mijn pincet. Anders verbrand je jezelf, hè. En nu heb ik de vellum er al op gedaan. Kan ik de blaadjes misschien of wel niet embossen. Maar het zou kunnen smelten. Of verbranden. Ik neem niet het risico. En daarbij wordt het dan heel erg druk. Terwijl ik denk, ik doe ze in een kleurtje stempelen. Een herfstkleurtje. En in eerste instantie dacht ik, neem oxide. Maar die is natuurlijk dekkend. Firebrick is dit trouwens. En dan valt het wel heel erg op. Ik zag het al op de stempels. En denk, nope. Doen we niet. Dus gewoon naar de stress inkt. Dat is normaal niet echt de juiste keuze om te stempelen. En hier had ik ook eerst rood gepakt. Maar ik denk, nou, ik ga toch voor bruin. En uiteindelijk kom ik ook op Firebrick uit. Dus dat was waarschijnlijk wel een goed idee de eerste keer al. En zo zitten deze blaadjes trekken wat meer naar de achtergrond. Omdat het dye inkt is en de oxide er bovenop zit. Dus ze zijn nu wat vuil. Maar langzaam maar zeker trekken ze wat weg. En ik doe er nog wat meer bij. Gewoon lekker. Blaadjes vallen van de bomen. Ik vind herfst echt geweldig. De regen niet zo, maar de blaadjes wel. Het is zo gezellig. Maar goed. Dit is dus de Kalijn Design Hallo Herfststempel. Zeg ik wel hallo? Ja, hallo herfst. En dus een beetje foamtape. En je kan natuurlijk nog donkerdere kleuren gebruiken. Meer bruin, minder groen. En dan wordt het wat meer atmosferisch, denk ik. Moody. Maar dat is aan jou. Als je de kaart zou gaan maken, mag je natuurlijk zelf doen wat je wil. En wat je hebt. En niet per se wat ik heb gedaan. En hier op de een of andere manier was er. En het is optisch bedrog, want het is alle twee recht. Maar het leek net scheef. En Mike en Scheef, dat gaat wel samen. Dat weten jullie inmiddels wel. Maar ja, het valt zo op een witte achtergrond. En daarvoor kan je ook bruin of oranje of een herfsttintje gebruiken. Maar wit vind ik wel mooi. Er is een echt randje eromheen. Nou, en dat is de kaart voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week met een nieuwe release. Maar dan op woensdag. Dag!